radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Vandaag ga je zagen schoven. Nico Starrenburg. Je wil wel denken, waarom zit die man hier? Maar die organiseert één keer per jaar in Steenwijk. De eerste vrijdag van november. Wat organiseer je dan, Nico? De bluesronde. De bluesronde. En hoe gaat dat deze week? We doen in de binnenstad in alle horeca gelegenheden een bandje. En de laatste keer waren er een stuk of 11. Ja, een stuk of 11. Ja, want ik was erbij toch? Ja, ik was erbij. Dus, en dat is de eerste vrijdag van november en dan is de bluesroute die begint om 10 uur s'avonds tot 2 uur. En dan hebben we gewoon een geweldig mooi feest voor jong en oud. En dat is de eerste vrijdag van november en je bent nu al een beetje aan het kijken van wat je eventueel kan uitnodigen voor deze bluesronde in Steenwijk hier op het Woestel. Ja, uiteraard. Kijk, ik doe ook de programmering van Gieto, dus dat heb ik al afgerond, dat is in juni al bekendgemaakt. En dan doe ik daarna, begin ik met de bluesronde in Steenwijk. Maar er zijn natuurlijk al wel namen die ik in mijn hoofd heb. En onder andere Ralph de Jong was hier gisteravond bij Woodstock met zijn band. En in het najaar laat ik weer ook terugkomen, maar dan als een duo. Oké, ja, die mannen die kunnen zich al makkelijk opsplitsen, heb ik begrepen. Ja, als je een bluesband hebt, dan dat blijkt dus dat ze vaak in drie bandjes tegelijk spelen. Nou, niet tegelijk, maar dat ze soms willen ze drie keer in de weekend in verschillende bandjes spelen. Ja, daarom spelen die mannen ook zo makkelijk met elkaar. Ja, het is, improviseren. Het zijn natuurlijk, de mensen die komen zijn ook wel echt goede muzikanten. Het zijn haast bijna geen amateurs, zo goed kunnen ze spelen. Het is een professionele jam-sessie, is het bijna. Hè? Ja, absoluut. En het is lekker kleinschalig en elke vroeg is wat te vinden. En, ja. Het is natuurlijk mooi, we hebben natuurlijk 5 jaar stilgelegen. Vanaf 2010 tot 2015. En vorig jaar hebben we het weer opgepakt met weer een supermooi aantal bezoekers. Alleen, het was nog niet bij iedereen echt goed bekend, dus toen was het bluesfestival of bluesavond was voorbij. En toen hoorde ik van velen van, ach, god, ik wist dat helemaal niet, joh. Dus we gaan dit jaar toch iets eerder op tijd beginnen met de publicaties. Eerder de posters aan de muur en eerder op Facebook, eerder de website. Ja, precies. Nou, zo werkt dat toch allemaal. Ja, absoluut. Dus ik hoop dit jaar, we gaan het weer overnieuw doen. Sowieso, anders vorig jaar direct besloten om te doen. Ik doe het samen met Sander. Sander van, van de rechter. Coördinatie van de rechter. En Sander doet eigenlijk de ingang naar de horeca. En de rest doe ik zelf. Met de programmering en de posters. En dat doe ik samen met Dirk. Oh, heb je die Dirk dan? Oh ja, die zit naast je. Dat is gewoon een leuk feestje. We zitten ons eigen feestje een beetje te promoten hier. Hè? Dat mag ook wel. Dat maakt dat niet uit. Nee, dat maakt ook allemaal uit. Het is een feestje voor iedereen. Het is een feestje voor Steenwijk. Ja, het is net als Woodstock. Het is open voor iedereen. Ja, toch? Eén grote kroegentocht vrijdag, de eerste vrijdag in november in Steenwijk. Ja.